zitten in Portofino. Nee, we gaan naar Portofino. Ik ben even kwijt hoe het hier heet. Erg Italiaans allemaal. Hele kleine dorpjes waar we met een soort veerpont heen gaan. Wel heel gaaf. Alleen er is nu heel veel te doen. Vrij warm. Op zich wel te doen voor mij. Mijn vader heeft iets meer last van de warmte. Maar goed, dat heb je met oude mensen. Ik krijg er last van. Heel helder water. Ik zal even wat laten zien. We zijn overigens met de trein naar het vorige dorpje gegaan. Ik kan al die namen niet uitspreken hoor. En dan met veerpont is dit de tweede tussenstop. En dan moeten we overstappen op de veerpont naar Santa Margherita. Het water is zoals je ziet echt heel helder. Azuurblauw, heerlijk. Jammer genoeg hebben we niet onze zwembroekjes meegenomen. Dus we moeten even een half uurtje wachten. Zonder dat we kunnen zwemmen. Maar ja, zo erg is dat ook weer niet. Ja, er is hier ook gewoon verder niks. Een paar bomen en dan dit. Dat was het. We gaan er nu weg uit. Hoe heet het hier? Dat weten we niet. We gaan naar Portofino en daarna naar Santa Margherita. Dit is de veerpont. Ja, het is wel heel gaaf. We zijn natuurlijk wel een hoop zee. Een hoop rotsen. Heel gaaf om naar te kijken. Ik weet niet of het overkomt op video. Maar het is wel echt ja, om van te genieten, zeg maar. Kijk, ik kan ook natuurlijk gewoon zo'n bootje nemen. Dan ga je gewoon even peddelen. Dan kom je ook een heel eind. Goed voor de conditie. Kijk, de boot moet een soort door het water heen ploegen. We gaan nog niet zo makkelijk. Er staat aardig wat wind. Wel lekker. Maar je merkt toch dat de boot wel veel kracht heeft. Maar moeite heeft om ook vooruit te komen. De kust ziet er dan zo uit. Zometeen komen er wel dorpjes. Nou, stabiel krijg je het beeld natuurlijk nooit. Maar zoals je ziet zijn er huizen. En de vraag blijft dan, hoe kom je daar? We hebben wel wat wandelpaden gezien, die heb ik even niet gefilmd, sorry. Maar dat is niet eenvoudig. Auto's komen er niet. Dus het is wel een dingetje hoor. Kijk, hier heb je een kerk op de punt van een rots. Nou, hier heb je een vuurtoren op het punt van de rots. Ik denk dat het een kerk is, mijn vader een vuurtoren. En dan vraag ik me toch af, waar hebben ze die stenen daar allemaal gekregen? Er komt echt geen auto hier en een boot aanleggen lijkt me ook niet echt mogelijk. Nou, misschien dat ze een soort planton neergelegd hebben en dan met een touw alles omhoog gehesen hebben. Er zijn hier wel allemaal wandelroutes, dus je kunt het allemaal lopen. Alleen ik denk dat ik mijn nek breek, want je hebt verschillende... gradaties van dubbel rood naar waarschijnlijk minder rood. Dat weten we nog niet, dat moeten we even opzoeken. Maar we hebben net een paar van die paadjes gehad. Het is best moeilijk. Nou, hier hebben we Portofino. Daarna gaan we naar Santa Margherita. Daar slapen wij dan. Er liggen hier aardig wat jachtjes ook voor anker. Zoals in Santa Margherita die ook liggen. Daar foto's van laten zien. Nou, er ligt wel wat hier hoor. Santa Margherita, dat is waar wij logeren. En we gaan nu de baai in. Het is wel een van de grotere plaatsjes. Ik vond het erg klein, maar in vergelijking met wat jullie net gezien hebben, is dit toch wel een soort groot. Daarboven, ergens op die berg, woont Alessandro, de eigenaar van het appartement. En die is makelaar in boten. Het appartement zelf heeft hij al sinds 1800 in bezit van die familie. Het is van zijn overgrootoma geweest. En er hangen ook foto's aan de muur waar je dat kunt zien. Dus op zich is dat wel grappig. Oh, op deze kade hebben we dan gisteren gelopen, of niet? Ja. Hier hebben we gisteren gelopen. Het ligt verhoogd. En dan daarachter is de baai waar al die prachtige ja, jachten liggen. En volgens mij zijn ze alweer weg. Zijn we verder gevaren, denk ik. Kijk, even kijken. Daar lagen gisteren die grote jachten waar ik foto's van gestuurd heb. En even kijken, daar aan die kant slapen we ergens. Ik weet niet precies waar, maar daar bij die boten ergens. En we leggen dan daar, oh, daar ergens aan. En vanuit daar kunnen we dus ook naar Cinque Terre als het goed is. Vandaag maandag weg naar Cinque Terre. En ja, we verwachten onweersbuien, dus ik ben heel benieuwd. We vertrekken wel stipt om 9 uur. We zagen net een hele lange rij bij de kaartjes, maar die was ineens opgelost.
En je mocht ook niet meer met een kaart betalen. Omdat, en we zitten Nederlanders achter daar. En we zitten Nederlanders achter ons. Dat is dan wel grappig. Zit je in Santa Margarita en weer gewoon Hollanders. Dus onderweg. We gaan het zien. We gaan op reis en we nemen weer uit Nederland de wolken. Check dit dan. Zeer waarschijnlijk hebben we vanmiddag regen. Er staat ook onweer op de planning. Maar ja, aan de andere kant, het is niet zo heel warm. Dus dat is ook wel prettig. Als we het een beetje droog houden. De eerste paar uur ga ik daarna wel beneden zitten. Dan is het overdekt. Luister even mee. Ik weet niet of het lukt of jullie het kunnen verstaan. Maar ze gaat zo in het Engels vertellen waar we zijn en wat we doen. Wie het kan verstaan, mag het hieronder even beschrijven. Ik versta het namelijk niet. Het is inmiddels een uurtje op de boot. Cinque Terre. Terre moet ik zeggen. Nationaal Park in de Zeelse Zee. Hier, de hele zee. Is ook beschermd. En zelfs de wc's op de boot zijn dicht. Omdat dat dus niet gebruikt mag worden in een nationaal park. Ergo, als je naar de wc gaat, gaat het gewoon de zee in. Punt. Ja. We gaan naar het eerste plaatje. Want we dachten dat we hier zouden aanleggen. Maar dat is dus niet zo. We gaan nu aan. We gaan heen. Of een plaatje. Nee, ja. En dit is? Oké. Alweer vergeten wat dit is, maar we gaan dus naar Venanza. Het zou een uurtje varen zijn en we zijn nu 5 minuten onderweg, 1,5 uur inmiddels. Ja, we moesten natuurlijk ook in Rapallo nog mensen ophalen. De boot zit helemaal shockingvol. Nou, naar het tweede dorpje. Ik ben benieuwd. Op dit moment vind ik het er vooral nog uitzien zoals alle andere dorpjes waar we tot nu toe geweest zijn. Maar dat zegt natuurlijk er niks over als je er eenmaal bent. Nou kijk, daar is het volgende dorpje. Maar ik weet niet of we daarin gaan. Nou, dit is wel het tweede dorpje. Zelf de kaart wel even laten zien en wat het tweede dorpje is. Dat is misschien iets makkelijker. Die mevrouw die praat namelijk behoorlijk Italiaans en ook haar Engels is Italiaans, dus er is weinig te ontrafelen aan wat ze vertelt, helaas. Ik ben er niet heel zeker, maar ik denk dat we daar, mijn vingers op, ja, plaatje 1 hebben, dan daar, plaatje 2, dan hier, plaatje 3, dan hier, plaatje 4. En dan daar plaatje 5 en dan dat is dan een soort zesde. Want eigenlijk zijn het er 6, maar ze noemen het 5. Het is me niet heel duidelijk waarom. Maar het heet Cinque Terre en dat betekent 5 werelden. Terre is die aarde, wereld, zoiets. Misschien dat ik het even op moet zoeken voordat we hierheen gingen. Dan had ik iets intelligenters kunnen vertellen. Maar goed, dat kunnen we in ieder geval nog doen met inschuifbalkjes. Ik denk dat we eerst gewoon helemaal langs varen en dan op de terugweg stoppen. Tenminste, dat idee heb ik. En dan in één plaatje blijven we 2 uur en in het volgende plaatje 3 uur. Dus dan kan je even rondlopen, dingen bekijken, eten, waar je zin in hebt. En dan zijn we vanavond pas weer terug. We zijn in Rio Maggiore, dus een van de 5 dorpjes van Cinque Terre. Cinque Terre, niet de A, er staat helemaal geen A achter. We gaan aanleggen en rondlopen. Het ziet er wel heel bijzonder uit, vooral klein. Heel veel kleurtjes en wel gave rotsen. Ik ben heel benieuwd. Ze hebben ook moderne huizen hier. Buiten alle gekleurde huisjes. Zo daar. En hier alle gekleurde huisjes.
best druk hier. Ik heb mijn zwempak bij me, dus ik kan ook zwemmen. Nu vanaf een rots. Het ziet er wel spannend uit. Nou ja, we moeten de boot nog af. Dat zal nog wel even duren. Hier zie je daar. Even aanwijzen. Daar zie je een pad. En dat loopt dus van dit dorpje naar het volgende dorpje. Dat is daar. En dat is het pad van mijn liefde. Het verbond deze dorpen. En ja, het is een romantische wandeling. Dan denk ik dat je in die 2 uur niet voor elkaar krijgt om daar ook nog heen te lopen, maar het schijnt erg mooi te zijn. Ik kan hier ook zwemmen, of niet, maar in ieder geval op de rotsen liggen. Oh my god. Ik denk dat de boot zo weer weg moet. Dat ik niet kan blijven liggen. Trappen lopen, heel veel trappen lopen. Nou, is goed voor de koude spiertjes. De rest voel ik niet zo. Cactussen, bloemetjes, rotsen. En een opstopping van mensen. Een soort bijtje. En dan kun je dan ook op de rotsen gaan liggen en zwemmen. Denk ik dan. Voelt heel toeristisch zo. In de rij om daarheen te gaan waar je heen wil. Volgens mij is het fototijd. Iedereen maakt foto's hier. Het is ook wel een soort gaaf om te zien hoe die huizen hier gebouwd zijn. Nou, midden in de rots eigenlijk. Het is ook niet heel veel huizen. Er zullen hier niet heel veel mensen wonen. En je moet altijd even wachten op tegenliggend verkeer. Alle huisjes dus. Volgens mij bestaat het geheel uit 1 straat of zo. Veel meer zal het niet zijn. De bootjes die bewaren gewoon op straat. Het is heel druk. Maar. Alle toeristen moeten daar doorheen. En dit ligt dan daarachter. Gaat eerst door een stukje berg heen of zo. Ik weet niet precies, maar dan kom je in een soort winkelstraat terecht. Zijn we nu boven beland. Half buiten adem, maar goed. We hebben het gehaald. Sinaasappelbomen, kijk. Even in kan zoomen. Kijk daar. Cool, hè? Groeien gewoon sinaasappels op Cinque Terre. Nou, en als we dan omhoog gaan, even uitzoomen, dan zie je nog niks. Dan heb je het dorpje en de zee. Tot nu toe denk ik wel dat Santa Margherita net zo mooi is, leuker is, dan Cinque Terre. Dus als je voor de gekleurde huisjes gaat, dat is eigenlijk waar het hier om gaat, geloof ik. Kun je ook gewoon naar Santa Margherita of naar Rapallo heet het, geloof ik. Het is wel heel gaaf hoor. Maar het is niet heel verschillend met de andere dorpjes hier in de omgeving. En waar we zaterdag waren is een stuk minder druk. Dat heb ik niet gefilmd, maar het lijkt wel heel erg veel op dit. Dus ja, een leuk dorpje. Maar ik denk dat andere kustdorpjes hier vergelijkbaar zijn. Dat je dan niet per se hierheen hoeft. Waar je in een meute rond dat lopen bent. Dit kom je veel tegen hier in deze omgeving. Dit is dan het pad omhoog. Hier is het hek. En daar is de trap naar beneden. Helemaal naar beneden naar dat appartement daar. Maar check die trap. Nou, even zoomen. Zo, dit is dus de trap. Je zal met je koffertje daar moeten lopen. Dat zie je wel heel veel in deze omgeving, zoals ik al zei. En uitzicht. Volgens mij, ik weet niet of dat ook Cinque Terre is. Of tenminste, of dit dorpje is. Of dat dit weer een ander dorpje is. Daar is wel, oh, dit is nog wel zo. Want daar is die brug naar het volgende dorpje. Kijk hoor, daar is die brug naar het volgende dorpje. En dat is dan die liefdesbrug.
allemaal terrassen. Er wordt hier gewoon groente en zo verbouwd op de bergen. Dat is tegen ons gezegd niet bereikbaar per auto. Tenzij je met de auto bent, geloof ik. Dit hier is de lagere school. En dit hebben ze in de tuin. Een dolfijntje zo het water in springen. Ze hebben een beetje water nodig, geloof ik. Maar wel heel gaaf gedaan. En de terugweg. Dan heb je zo'n hele steile straat naar beneden. En terug naar de boot. We zijn dus in Rio Maggiore. Ik hoop dat je het zo uitspreekt. Kijk. We hebben hier een kaart van hoe het dorp eruit ziet. Kijk, hier kom je, kijk, hoor, hier kom je aan. Omhoog. Wij zijn dan deze kant op gegaan naar die... niet naar het station daar, maar naar de... Oh, er zit hier een lift. Naar een uitzichtpunt. Oh, hier is die. Kijk, bij die kerk waren wij. Daar. Nu even te wachten op de boot. Dat is niet, denk ik, onze boot. Maar andere mensen gaan weer terug. Ik zit hierop. Vroeger deed ik dat met gemak. Nu denk ik erover na. Maar goed, ik heb een heel stuk rots. Dus het zou moeten lukken, zou ik denken. Hoop ik. Kijk, er komt een boot aan. En dan al die mensen moeten zich weer zien te verspreiden door die paar straatjes hier. Vandaar dat je ook echt een ticket moet hebben om hier binnen te komen. En vol is vol. Wat op zich logisch is, want het bestaat natuurlijk maar uit een paar huisjes en een paar straatjes. En als je dan ziet hoeveel honderden mensen er aankomen en weggaan, dan is het ook wel een soort logisch. Ik denk dat die zomaar zo. Ik denk dat die zo meteen allemaal op de boot gaan. Kijk of ik het nog een beetje kan laten zien. We gaan naar Cinque Terre, want dan staat ditje te wachten. Wat ik begreep van mijn vrouw is dit een Duits stil geweest. En het is het enige wat de Duitsers gebouwd hebben hier. Hier aanlegstijgers met heel veel mensen die heen en weer gaan. Zonder plekje. We naderen nu Monte Rosso. Dus hier wel een kerk met zwart en wit. Alleen we hebben besloten dat het op het strand gaat liggen. Dus we gaan even lekker badderen. Want het ziet er heel gaaf uit. Maar ik denk toch nog steeds niet anders dan de andere plaatsjes waar we al geweest zijn. Ik zal straks nog even wat van Santa Margherita filmen en andere plaatsjes waar we nog heen gaan. Dan kun je zelf kijken wat je ervan vindt. Alvin loopt even naar rechts, zegt hij. Oké, Monticello, hoe was het? Hoe heet het nou ook weer? Monte Rosso. We hebben hier privé stranden. Oh, je zat een uitzicht. Ja, jij ook. We hebben hier privé strand en gewoon vrij strand. Dat hebben we hier heel veel in deze omgeving. Dus je kunt dan of met je handdoekje daar in het einde gaan liggen, of in het midden betalen, of hier met je handdoekje gaan liggen. En je lekker zwemmen! Dat is wat wij gaan doen. En Monte Rosso kan je natuurlijk ook gewoon gaan kijken en alle trapjes op. Huisjes, treintjes en nog heel veel meer. Dat doen wij vandaag niet. Nee, gewoon niet. Ja, ik ga mee. Kijk, eenden zijn hier dus gewoon niet bang. Die liggen gewoon tussen alle andere mensen. Hier in de zon ook. We hebben Bob gevonden in Italië. Geniaal. Hello. Geniaal, Bob in Italië. We verwachten regen. Zo zit het droog. Sorry hoor. Wacht op de regen. Of die echt komt, betwijfel ik. Want ik heb zelf het idee dat het zo warm is. Dat tegen de tijd dat het uit de wolken daar valt, het al verdampt is voordat het op de grond is. Maar het is wel heel gaaf weer. Hier nog een stukje burcht of kasteel of iets. En weer terug. We zijn klaar met ons. Het was door Cinque Terre. We hebben eigenlijk heel mooi weer gehad. Het was niet zo heel erg heet. Veel bewolking, dat maakt het eigenlijk prettiger. En nu gaan we terug naar Santa Margherita en eten. Kijk hoe gaaf! Zo hard gaat die boot.
Santa Margarita. En we gaan de Rode Kruisjeswandeltocht doen, geloof ik. Vrij smal. En daar is Altwin en die heeft er helemaal zin in. Hij doet namelijk net alsof het hem geen enkele moeite kost. En daar is het rode. Ja, kijk eens even. Fit en vrolijk rent hij voor mij uit. Door de Rode Kruisjesroute. Geef hem 2 seconden en dan staat hij op avengaap. Nou, rennen dan. Mijn geigen hoor je al. Ja, rennen maar. Kijk, is wel een fit uit, jongens. Beter wordt dat natuurlijk niet. Ja, hij is er. Het is vrij ver omhoog. En dan heb je dit uitzicht over Santa Margarita. Op zich is natuurlijk wel weer heel mooi is. Bij de olijfboompjes. Maar dat zie je niet meer, maar we zijn het ook passief uit tegengekomen. Ja, ze hebben hier zat wandelroutes. Dit noemen ze een makkelijke wandelroute. Makkelijk zeggen ze dan. Ik weet niet hoor. Maar goed, het is in ieder geval een stuk gelijker dan waar we van de week een keertje liepen. Het was allemaal losse keitjes en steentjes en nog heel veel meer ongelijkmatiger. Dit is heel interessant. Hoe komt hij hier? Een auto en ook nog een Porsche. Die dingen zijn echt laag. Knap. Je hebt hier het Zilveren Kruis. En dat is dan de route die je moet nemen. Dat zal vast betekenen dat het moeilijker is dan het Rode Kruis. Ik ga wel gewoon zo, kijk. Ik vind het al moeilijk genoeg zo. We zijn nu op Via Marinaia d'Italia. Die meneer wil omdraaien, dan kan ik ondertussen boven steken. En daar liggen de cruiseschepen voor anker. Misschien zijn privéjachten. Ik zie het verschil niet, want ik noem rustig een privéjacht gewoon een werkboot. Omdat ik denk dat er mensen op zitten die bioloog zijn of ecoloog of iets. Het blijkt toch gewoon een zeejacht te zijn, een privéjacht. Het is een baai. Wordt dit nog bij Santa Margarita? Ja. Dit wordt nog bij Santa Margarita. Ja, daar is Portofino. Nou, Portofino is daar, zie je die daar. Zie je een punt. En dat is Portofino. De bedoeling is dat we daar deels heen gaan lopen, of misschien helemaal, maar deels is denk ik ook wel genoeg vandaag. 5 meter verderop is het volgende kruisje. En nog een pad omhoog. Het is wel heel goed voor je conditie dit. Daar ben je wel gezond van. En licht en meer van die dingen. Oh, hier staan dingen op. Santa Margarita. Mulino de Casse. Paraghi. Oké. En Grave Olmi. Staat hier allemaal. Dit is Madonna della Neve. Ja. Daar staat ook het kruis inderdaad. Ik liet net deze weg omhoog zien. Nu moet je hier omhoog, richting Portofino. En je mag niet met de auto, de brommer, de fiets en ook niet met een paard. Dat is wel een dingetje, hè? Niet met een paard. Goed, kruisje, daar. Het is zwaar, maar het is wel heel gaaf. Kijk dan, de mooie bloemetjes. Het is natuurlijk wel een soort, het is natuurlijk wel een soort sprookjesachtig zo. Dus ja, het is zwaar, maar het is wel heel gaaf. Heel veel bloemetjes. Een soort schattig. Wilde orchideeën zien er blijkbaar zo uit. Staat daar. Dus die gaan we nu zoeken. Nou, de vraag is dan, lijkt dit op een orchidee? Of is dit een orchidee? En hij heeft geen idee, de orchidee. Ja, nou inderdaad. Ik moet eigenlijk het liedje eronder zetten. Platte stukje en een bankje. En het lijkt erop dat we een heel klein stukje omlaag mogen voordat we daar. Zo inzoomen. Weer omhoog mogen.
Hier kunnen we even uitrusten. Gelukkig heb ik geen witte broek aan. Het ziet hier nog een mooi bossig uit. En daar ligt dan weer een cruiseboot of een jacht. Ik denk toch dat het een cruiseboot is hoor. Of een privéjacht. Nee, het is gewoon een jacht. Wat hij zegt is, klote beest, flikker op. Ja, het is dus een klote daas. Cruiseboot of privéschip? Nou ja, als het een privéschip is, dan volgens mij had het altijd gekeken. En als je dan één dekschip hebt, is het ongeveer zo. Oh. Dus je klikt ook gewoon door je kleren heen, hè, klote beesten. Op je been, op je been. Ja, ik zie hem. Hij moet dood. Zo is even links. Aan. Zo. Nog mis? Veel te goed. Dat is goed. Want we had even op internet gekeken en een eendekschip, dus natuurlijk drie dekken of vier dekken, kost iets van. Wat kost dat nou? Nou, ik denk dat deze ergens rond 20 miljoen kost. Nee, je had gekeken om te huren. Ja, zo'n klein jachtje kost 28.000 per week om te huren. Per week, dat was één deks toch? Hij kreeg alleen een. Twee, ja, 1, 2, 3, 4. Maar daar kreeg je wel nog een schipper bij, voor de rest ja, niks. Daar kreeg je 3 man personeel bij. Ja, en hoeveel moest je nou betalen aan diesel, had je uitgerekend? Per minuut of per uur? Ik weet niet meer. Nou, als je zo'n schip hebt en je tankt. Dan ben je ongeveer 120.000 euro kwijt om te tanken. Ja, en dat kost je per uur, per minuut? Nou, ik denk dat het per uur, met zo'n eentje, denk ik 900 euro per uur is. Dus, als je zo'n bootje wil huren, heb je centjes nodig. Daar helemaal in de verte. Ik weet niet of je kan zien. Scherp stellen. Helemaal daar was de pier van Santa Margherita. Dus dat hebben we al gelopen. Ik weet niet wat dit dan allemaal is hier beneden. Maar we zijn dan daar. Even teruglopen. Net een stukje. Als je deze kant op gaat, kom je bij Portofino. Daar heb je kapitein Haak. Kijk, hier zie je de snelweg. Dat zijn die bruggen. Moet ik even, want het is moeilijk uit te zoomen, inzoomen en dan. Kijk, dit. Hop. Daar. Mijn vingers wel wazig, maar goed. Is de snelweg. En zoals je ziet, dit is allemaal geen Cinque Terre, maar wel heel gaaf en heel mooi. Eigenlijk hetzelfde als Cinque Terre: in huisjes en manieren van bouwen en dat soort dingen. Pino. Hoe zeg je dat? Portofino, we staan nu hier. We moeten nog dit lopen. Nou, dat is misschien wel naar beneden. Komen we nog langs Paraggi. Oh, fijn. Oké. Okay. We komen nu in ieder geval bij een soort kerk. En het is in die karakteristieke kleurtjes geverfd. Wat mooi. Even kijken. Oh, hier zijn aanwijzingen waar we heen moeten. Portofino Mare is dus langs de kerk. En je kunt van hieruit ook naar Olmi Portofino Fetta en San Fruttuoso. Daar zijn we al geweest. En als we met de pont willen, dan moeten we dus Sentiero Liguria gaan volgen, denk ik. Ik denk dat het anders geen boot is. Dat weet ik niet zeker. We gaan even overleggen. We willen met de boot terug, dus dan moet je wel mare hebben, denk ik. Nou ja, iets met een boot. Maar ik weet niet waar de boot. Dit zijn die drie stipjes, zie je het? Ja, nee, maar geloof je. We hebben nu dat kruisje. Dat kruisje. Ja. Is dat een kruisje? Lopen. Hier is een kruisje. Oh ja, kruisje. Dat is twee kruisjes, één kruisje. Dat kruisje. Ja. We kunnen dat kruisje volgen. Ja. Of die stippeltjes. Maar goed, we moeten naar de boot. Kom je niet ergens legenda waardoor je weet waar de boot. Oh, nee, hier is al een tekentje.
Maar is het, hoe weet je dan dat het een boot is? Ik heb een tip. Ja? Waarschijnlijk bij de haven. Dus we moeten deze hebben. 29. Dat is Palazzo di Fortepetini. Die Portofino. Of hier, we kunnen ook naar de batterie. Dat lijkt me sowieso wel goed. Voor een beter batterij naar de batterie. Beter batterie. Waarschijnlijk hebben de Duitsers dit gemaakt. Ja, vast wel. Oké. Maar goed, we moeten dus naar de haven nummer 29. Dus we gaan nou stipjes volgen in plaats van deze. Dat betekent dat we nog niet op de helft zijn van onze wandelroute. Wat een feest. En het is nu... Oh, gaan we wel niet meer. Het is 4 uur geweest. Ah, ze eten in Italië toch pas vanaf de 8 uur, dus we hebben nog 4 uur. Oké, stipjes. Ik heb hier een kruisje. En we zoeken dus stipjes. Maar hier is het kruisje. Een oud stipje is die kant op. Stipje is die kant op. Ik zie geen stipjes. Ja, maar ik wil stipjes volgen. Ja, dan doen jullie 3 stipjes volgen. Maar ik zie nergens stipjes. Hier in Paraghi. En daarna gaan doorlopen komen in Portofino Mare. Je Italiaans wel lekker, elke dag wordt het beter. Nog even een... We moeten jou alles vertellen. Dat is wel waar. Je wordt er helemaal gek van. Hier, moet kijk. Pas nou op. Kijk, pas nee, op. Kijk. Stipjes. Dit zijn de 3 stipjes. Ja, er staan daar ook pijltjes. En pijltjes, stipjes en pijltjes. Goed, we gaan naar de boot. Maar we mogen nu omlaag. Eindelijk. Dat is wel heel fijn. Maar we zijn nog niet eens op de helft, zeg jij? Dat betekent dat we vast nog een keer omhoog moeten. Dat is minder. Het is wel handig. Ze hebben overal openbaar water dat je gewoon kan drinken. Dus zelfs op de route naar Portofino als je aan het wandelen bent. Het is echt bergwater dit. Nou, dat denk ik niet, maar we hebben in ieder geval water en dat is wel erg fijn, want heel veel flesjes water meenemen is lastig. Kijk, we gaan nu naar beneden. De tegels zijn glad, nou ja, de stenen, keien, noem het wat. Dus de kans is groter dat het glad is. Ik kom wel steeds de 3 puntjes tegen, dus de route is wel heel netjes aangegeven. Ik denk dat je niet op bladeren gaat staan. Nee, want ik gleed van de week uit over een grasprietje. Kijk, dus het staat wel overal echt aangegeven. En nu dus een heel stuk naar beneden. Wel een trappetje, dat is wel iets comfortabeler dan wat we net hadden. En we blijven gewoon 3 stipjes volgen. Altijd is er al bijna. Maar klaargesproken. Altijd zegt dus nog een stukje krant kopen. Nou, dat weet ik niet. Maar dit is zo'n vallei tussen de bergen. Toch ook wel heel indrukwekkend hoor. Nou wonen daar ook gewoon mensen. En daar ook. Kijk, ik zal inzoomen. Nou ja, misschien is het vakantiehuis, dat weet ik niet. Ja, dan ben je daar helemaal alleen. Hoe kom je daar? En wij mogen nog verder naar beneden. Langs het Italiaanse landhuis hier en daar. Ik weet niet of je het kan zien. Ik zag net wel een hek. Het huis kan je eigenlijk niet zien. Maar dit is een tuin hierboven. Dat is een beetje lastig te zien. Er zal toch ook, als er een tuin is, zou je denken dat er zo'n huis is. Hier heb je sowieso een huis, maar er woont niemand meer. Maar daar is ook een huis en daar lijkt wel iemand te wonen. Een olijfbomen, zo blijft gewoon een gaard. Als je echt honger hebt, hier heb je ook nog bramen en zo. Ik zie er geen bramen tussen zitten, maar het is wel een bramenstruik, denk ik. Een beetje overhoekerd hier. En dan woon je dus daar, tussen je olijfbomen. Volgens mij moet je wel een ijzeren conditie hebben om dat te kunnen. Auw. Dit is niet het makkelijkste stuk van de weg. Zo. Dit is minder fijn. Ik heb ook een korte broek aan, dus dat is nog minder fijn. Maar, toch iemand die hier gewoon woont en een druifhuisje heeft, of druifjes heeft. Oh, mooie trosse druiven daar, kijk. Jongen.
echt serieuze drijfwind. En hier ook de karakteristieke kleur van deze regio. De huisjeskleuren. Heel gaaf. Wat ik ook leuk vind aan de huisjes, als ik nog kan laten zien, is als ze geen balkon hebben, dan verven ze gewoon een balkon. Of schilderen ze een balkon, moet ik zeggen. Nou, dan moet ik even kijken. Oh, kijk, dan weer een paaltje. We gaan nu naar beneden. Alwin heeft me inmiddels verlaten. Die vindt me te langzaam. Is minder, dus ik ga even de camera weg doen. Tenminste, niet minder, maar moeilijker om te lopen en recht te blijven. Dus ik doe even de camera weg. Nou, misschien zijn dit orchideeën, dat weet ik dan weer niet. Of andersoortige plantjes. Ze zijn wel heel gaaf. Het is heel diep hier. Alwin is de leader en die vindt dat ik langzaam ga. Ik film te veel. En het is? Van welke boom is deze plant? Oké, en nu even voor de duidelijkheid. Ja? Er ligt hier een blad op de grond. Van welke boom is dat? Tadaa. Ik zal hem dichterbij doen, dan weet je het gelijk. Kijk zo. Of misschien niet vertellen, niet. Hè? Nee, ik vertel het niet. Het is wel knap, want ik zie niet waar die vandaan gekomen is. Ja, kijk, hier woont gewoon iemand. Kijk, serieus, het is een bel. En zo ga je dan naar je huis toe. Kijk dan. Zo. Oké. Goed, ik moet weer achter hem aan. Het lijkt een beetje op zo'n drakenboom, maar dan zo'n drakenplant. Ik weet niet precies hoe ze heten. In Nederland zie je ze wel eens in het klein. We gaan nog verder naar beneden. Prijsvraag, ja. Hoe heet deze plant? Kijk, we gaan nu een soort, deze soort oerwoud door. Daar. Dat zeg ik. Oké, we komen uit de bergen en dan zijn we nu hier. En dan denk je dat je bij Portofino bent, maar dat is natuurlijk niet zo. Je bent bij het eerste dorpje. Portofino Vetta is 2,5 uur die kant op. Maar nu staan er wel tijden bij, dus dat is wel een dingetje. Natuurlijk wel deze kant op. Verder staat er niks. Ook handig, not. Hoe weet je dat we die kant op moeten dan? Oh ja, hier zijn drie rode stipjes. Terug in de bewoonde wereld. Nu naar het volgende dorpje, want hier is geen boot. Daar zijn stippen. En volgens Alwin is dit korter dan teruglopen. Maar ja, dat betekent wel dat je nog een berg over moet. Wel gaaf huisjes hier, kijk. Mooi dorpje. Ik wil wel even kijken waar we nu zijn. 1,5 kilometer is het maar naar Portofino. Dat valt wel mee. Moet even op de kaart kijken, vind ik. Wat? Op de kaart kijken. Het moet hier omhoog, denk ik. Waarom denk je dat? Omdat dat daar staat. Kijk, we zijn nu hier. In Paragi. En we moeten nog naar Portofino. Dus dat is echt nog wel een hele berg. En daar zijn de rode stipjes. Dus dat betekent, the only way is... up. Dus we moeten nog heel ver omhoog weer. Maar, daar is het cruiseschip dat je net van bovenaf zag. Of privéjacht, of hoe je het noemen wil. Dus je hebt hier wel weer een mooi uitzicht op de zee. En als je moe bent, kan je op het strand gaan liggen. Het is privéstrand. Dus dat gaat wel weer niet. Nou ja, misschien kan je een beetje zuren. Wel heerlijk. Jammer dat ik mijn zwempak niet aan heb. Het is Lequeta di Paragi. Oaks. Oaks. Eiken. Eiken. Bloemetjes, muggen denk ik. Heel veel. Een ander beestje, maar ook vlindertjes. Ik weet niet of je hem zo snel ziet, maar er vloog een vlindertje. En hier hebben we nog iets. Dit is de kustpassage. Oh. Passatio dei Bacci. En volgens mij is dat dat je elkaar moet zoenen. Ja, ja. Deze romantische plek. Het lijkt een ander soort gebergte, meer klei. Het andere meer rotsen. Het is nogal rood overal. Kijk. Ik denk dat het klei is, of niet? Ja. Klein met steentjes. Hier is dat anders. Oké. Dan heb je prachtige doorkijkjes. Kijk, daar staat een huis op de punt.
denk niet dat we er langs gelopen zijn. Of misschien langs het hek. Dat zou wel kunnen. Kijk ook wel of ze een zwembad daar hebben. Zie je dat? Ja. Ja, dat is een zwembad. Cool. We zijn nu bij Castagni di Niasca. Het staat hier ook dat het heel vochtig is en dat het daarom relatief koel is hier. Dat is wel waar. Een soort jungle. Jungle, ja. Oké, we gaan de jungle. Ik moet wel zeggen, het pad is hier beter dan wat we tot nu toe hebben. En dan ergens op de berg. Hier is van de overkapping. En dan kom je bij dit huis uit. Hotel of wat dat is. Wel imposant, mooi. En gaaf. Ja, het is gewoon, ik denk dat het gewoon een huis is. Ik denk dat het gewoon iemand hier woont. We hebben ook waslijntjes, net als wij in het appartement. En dan hier een uitzichtbankje. Kun je even uitrusten. Ben je er eindelijk? Ik ben er eindelijk. Een topje op de romantische route. Ja. Helemaal alleen. In je uppie. Lekker dan. Oh, wacht. Kijk. Ik heb een Aziatisch schootje naast me zitten. De weg moeten sturen. Right. Kijk dan hoe gaaf. Heel mooi. Kijk daar, dat is het punt van Portofino. Mooie huisjes. Kijk hoe gaaf. Een beetje belast op beoordeling. Ik denk dat het privé is hier beneden. Dat is wel een heel terras. Heel gaaf. En Portofino in de haven. Dus hier kun je op de boot stappen als het goed is terug naar Santa Margherita. Ze ziet vergelijkbaar met Cinque Terre. Dat terras dat je net zag, dat was helemaal geen terras, gewoon de oprijlaan naar een huis toe. Kijk dan hoe mooi. Het is gewoon lang. En je komt met de auto. Kijk maar, hier is een weg. Dan woon je daar, het zal wel familiebezit zijn denk ik. Dan heb je gewoon hier je privé stukje. En dan kan je via de trappetjes daar beneden even inzoomen. Kijk, daar kan je dan zwemmen. En dan wordt het ook nog veilig gehouden. Het is een soort golfbreker, denk ik, dat dat gele ding is. Of rommelbewaarder, iets. En Portofino, een mooi kerkje hier. Mind your step. Ja, inderdaad. Een hele bijzondere manier van betegelen voor de kerk. En allemaal van die leuke gekleurde huisjes. Het is jammer dat je hier nog niet kan zien wat ik bedoel als ze een balkon schilderen. Kijk, je ziet het daar wel een beetje. Even inzoomen. Kijk, ze schilderen de gevel. Je ziet hier, kijk daar, zie je een raam. En dan schilderen ze dus de gevel in andere dingetjes om het mooier te maken. Dat doen ze, oh hier zie je het, kijk. Je ziet daar, dit zijn ramen. Maar dit zijn geen ramen. Ze zijn geschilderd. Grappig hè? Hebben we die meeuw gezien daar op het dak? Ja, we hebben een meeuw op het dak. En we zijn beneden in de haven van Portofino. Vol met restaurantjes. Jachten. Trasjes. Dat is helemaal leuk. Zeker. Van Santa Margherita naar Portofino is 4,9 kilometer. Het lijken er 10. Maar een mooie trip, zeker de moeite waard. En daarna kan je natuurlijk op een terrasje gaan zitten. Hoe mooi is het uitzicht dan? Alleen de boot gaat niet terug. Die gaat om 1 uur voor de laatste keer. Dus we moeten met de bus terug. Nieuwe ervaring.